De grote prijs is dit jaar een kwalificatie voor de Olympische Spelen. Mm-hmm. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Wij zijn een kwalificatie voor de Olympische Spelen omdat wij aan een aantal voorwaarden voldoen, onze grote prijs. Als je aan die voorwaarden voldoet, ben je dus kunnen de ruiters punten halen voor de Olympische Spelen. Dus eigenlijk is de weg van Parijs doorvragende. De weg van Parijs is doorvragender voor een aantal ruiters, dat klopt. Doe je zelf ook mee aan de grote prijs? Dit jaar doe ik helaas niet mee aan de grote prijs. Dit komt omdat mijn paard een paar maanden geleden gecastreerd is. Waardoor die even tijd nodig heeft om rustig weer op te bouwen richting dat niveau. Dit jaar is jouw toppaard ook overleden, Graziano. Ja, dat klopt. Wat doet dat met jou? Ja, dat is natuurlijk heel erg. Dat was nooit de bedoeling dat dat wil je niet dat dat overkomt. Maar dat gebeurt helaas. Het was echt een ongelukje. En dat is echt wel heel naar. Want dat was een mooi team samen, die twee. Maar nu heb ik er nog maar eentje, helaas. Ja. Vanmorgen zijn de veterinaire keuringen. Wat zijn dat? Dat betekent eigenlijk dat alle internationale paarden voor de keuring moeten. Dus ze moeten even heen en weer draven om te kijken of ze gezond zijn, of ze niet kreupel lopen, geen verwondingen hebben. En eigenlijk op het moment dat ze dat allemaal niet hebben, dan mogen ze meedoen aan een internationale wedstrijd. En anders moeten ze naar huis. Waarom doen ze de keuring deze ochtend en niet 2 dagen van tevoren? Ik denk toch zo kort mogelijk op het concours. Ik bedoel, 2 dagen geleden kan een paard wel heel anders zijn dan de ochtend voordat het concours begint. Is er ooit een paard vlak van tevoren afgekeurd? Ja, dat gebeurt wel regelmatig. Heb ik zelf nog niet meegemaakt, maar het gebeurt regelmatig. Dat is natuurlijk ontzettend teleurstellend voor de ruiter. Ja, maar ja, als een paard niet goed loopt, dan kan zo'n paard ook geen wedstrijd springen. Ja, eraf. Accepted, thank you. Accepted, thank you. Topsport en gezelligheid. Horen die twee bij elkaar? Ja, wij vinden van wel. Voor het publiek, maar ook voor de ruiters en de grooms. Het is toch, sfeer brengt het concours wel. Dat als jij een grote prijs rijdt en je wint en er is sfeer en iedereen klapt. En dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Dat is ja, die sfeer die willen wij zeker hier wel brengen. Ja. Jullie besteden dus ook veel aandacht voor achter de schermen? Zeker, wij besteden veel aandacht achter de schermen, ja.